dan op een verhoging. Ja. Met een wondpleister. En ik trok kapot een bloedblaadje kapot. En toen zag ik dat bloeden en denk ik, wow. Ja. Maar dan kwam er die bloedverdunning. Ja. Oh ja, dit is toch wel voor die pleisters komen hoor. Ja, dat zei de visio ook. Er mogen geen bruine pleisters meer op, zegt hij. Nou, ik denk dat het niet zozeer het bruine pleister is, als wel de druk, de kracht, de trekkracht erop. Ja, zei hij ook. Ja, dus dat heeft niets met de kleur te maken. Dat was met een witte ook gebeurd, denk ik. Goed, het ziet dus eigenlijk ruim buiten de wond en die wond ziet er verder gewoon rustig uit. Ja. Ja. Ik heb ook verder geen last van. Er lopen ook geen hechtingen uit. Het zijn hechtingen dus onder de huid. Ja, het zit oplosbaar. Hier zitten wel mogelijke touwtjes. Hier zit er wel een klein steek eruit. Maar die vallen er ook vanzelf af. Ik kan deze er wel afhalen. Als je dat wil. Maar alles wat in. Kijk, ze vallen uiteindelijk als je vanzelf uit. Ja, dan hoeft het wat je wil. Niet. Nee, ik vind dit wel inderdaad. Iets wat ik even in de graad moet houden. Dat we daar echt wat minder druk op zetten. Vooral, het zou ook goed gaan waarschijnlijk als je niet zo'n enorme bloeduitstorting hebt gehad. Want die combinatie van en zo'n forse zwelling, veel druk erop. En die